Yo guys, Glitchy hier met vandaag een video en vandaag speel ik terug Counter-Strike. Oké, het potje gaat beginnen en ik wil even zeggen, op het einde van de video komt er een stukje schoolblok, dus blijf zeker kijken. Maar ik zit hier terug terug een Counter-Strike video, what the fuck. En zoals jullie in de titel hebben gelezen, denk ik toch, is het dat ik uit mijn netwerk ben gesmeten. Oh, wat? Ik heb een headshot met mijn revolver. Oh my god. En de meesten zullen zich wel afvragen van, hoe de fuck komt dat? Eigenlijk gewoon is het heel simpel. Iedereen met minder dan 500 subs hebben ze uit het netwerk gesmeten. Niet echt uit, want ik ben nog altijd lid, want ik kan altijd uw dashboard gebruiken. Maar ik heb zeg maar geen contract meer, zal ik het zo zeggen. Dus ze hebben mij eigenlijk gewoon zwaar geditcht. Nu, dit hebben ze gedaan omdat ze in geldproblemen gingen komen en er ook veel te veel leden waren. Al bijna 100.000 denk ik, dus dat is echt al heel veel. En er zijn echt zo van die kleine kanalen die zo triggered zijn, dat is echt kapot lachen. Ik had zo'n react video gemaakt. Oh. Wauw, ik had iemand gepakt met mijn revolver. Maar ik had dus zo'n react video gedaan. Maar ik was een beetje grof, dus die heb ik dan toch maar niet geüpload. Zegt u, als ik die video had geüpload, ging echt veel te veel mensen triggered zijn, maar echt veel te veel. En dan had ik ook echt geen zin in, want mijn kanaal gaat al zo slecht. Maar op zich vind ik het niet zo erg dat ik uit mijn eigen netwerk ben gesmeten. Ik bedoel, het heeft ook zijn voordelen. Vroeger ging 70% van mijn inkomsten, 30% van mijn inkomsten naar het netwerk. En nu krijg ik zelf al mijn inkomsten. Dus in plaats van 1 dollar om de 6 maand, wordt het 1 dollar om de 5 maand. Dus, oh fuck, dat overleef ik niet. Oh wauw, ik heb nog keiveel geld. Oh my. Oh wacht, ik heb de bom. Ik heb de bom! Maar wat wel is, als ik de 500 abonnees bereik, maak ik er wel terug bij. Dus, als ik de 500 abonnees... dan hoor ik terug bij de Scale Lab Gang, you know. Dus ja, maar ik wil echt een nieuwe hashtag starten. En dat is hashtag Free Gletscher. Spam dat overal, op Twitter, op Facebook. En nu anus echt gewoon overal. Ik ben ook echt amper op de gameplay aan het letten. Ik heb 2 kills met een revolver gemaakt. What the fuck zelfs. Wie gebruikt dat ding nog? Wat is een revolver zelfs? What the fuck? Oh wauw, is er serieus al een gast gerust? Oh! Headshot! Aka, give me that AK. Karabon planten, het is 5 tegen 3. Moet wel lukken. We zijn echt een heel slechte spot, dat weet ik. Daarom ga ik hier. Oh, wauw. Maar dat is dus mijn leven at the moment. Ik ben uit mijn partnernetwerk gesmeten. Hey, good job! Ik weet ook niet wat het is, maar de laatste tijd drink ik echt zo graag chocomelk als ik aan de gamen ben. Mijn mama had mijn video van Outlast gezien en kijk hoeveel chocomelk dat ze voor mij heeft gekocht. Ik heb echt de beste mama ooit. Dus bij de laatste aflevering van Outlast ga ik die 3 brikken zo helemaal leeg drinken ofzo. Oh. Oh my god. Vergeet nou altijd niet te zeggen in de comments Free Gletscher als je nu een comment ging plaatsen. Free Gletscher, come on guys. Maar nu ga ik serieus spelen, zoals Cedrex. Cedrex heeft 8 kills en 5 deaths. Dat is goed, Cedrex. Dat is heel goed. Oké, dat heeft echt serieus 2 minuten geduurd voor haar rondje gedaan was. Dus ik ga nu geen mid meer pieken. En ik weet ook echt niet waarom ik een galere AR heb gekocht. Ik ga mee naar short. Schiet mij niet neer. Oh, dankjewel. Ik ga deze guy helpen op short. Yo, ik zal... Daar is er een. Ben dat hij mij aan neerschieten? Oh, wauw. Had hij nu serieus een fire gesmeten in zijn eigen smoke? Maar is het nou echt zo hard te bombarderen? Oh my fucking god. Ik suk echt. Normaal gezien ben ik echt Kenny S ofzo, maar nu echt niet. Oké, maar nu ga ik echt wel serieus failen. Oh fuck! Oké, ik ben terug in het potje en ik wil eigenlijk nooit zeggen in deze video. Zoals je ziet ben ik aan het proberen om 3 keer per week te uploaden. Maar zoals je ziet ben ik dus, dat heb ik al gezegd, maar ik zeg echt nog, oh man, echt, oh fucking tikkie bakkes. Maar zoals je ziet probeer ik 3 keer per week te uploaden. En tot hiertoe lukt dat wel redelijk, ook al is nog maar 1 week. Ja, de guys zijn aan het gaan voor de rush. Ik ga wennen dat ik dood ga.
Oh, oh, oh. Oh my god. Shoot it. Waar zijn er nog? Zijn er nog? Denk het wel. Oh, we zijn nog maar met vier of zo. Ik ga het planten. Ik ga de boom planten. En geloof of niet, ik heb een uploadschema. Het is een heel gevarieerd uploadschema eigenlijk. En het is zo, ik werk mijn Excel-bestandje. En het uploadschema is eigenlijk dat er altijd 3 video's per week komen. Maar dat is dan ook. En de video's variëren altijd. En ik heb een Excel-bestand en dan staat open. En dan kan iedereen zien wanneer ik upload. Dus ik zal de link al ervan in de beschrijving zetten. En dan kunt je gewoon zien wanneer ik upload. En ik vind het echt zo fucking smart van mijn eigen. Oké, let's go in, guys. Oké, ik schoot de hele tijd mis, maar... Oh, wow. Ik heb de bom, mij niet neerschieten, denk ik wel. Ah! Achter mij. Oké, ik denk echt dat ik de game ga leave, want ik ben echt veel slecht bezig. En anders gaat het echt te lang duren. Maar daarom ga ik deze video afsluiten. Maar voor ik dat doe, moet ik natuurlijk nog eerst een stukje schoolvlog laten zien. Had jij zin in de klasvlog, Jonas? Nee, juist, gewoon niet. Bang, bang. Ga nu turnen. Ben Gletscher. En heel de klas. Hoe noemde je vrouw? Ja, man. Stay tuned. Hoe noemde Ja man, ah, gewoon Gletscher, bang bang. Wij willen 30 likes, 30 of niet? Hè? Wat? 30 likes, ja. Nu, drop die like. Thank you. Ja, ballen. Skeer tijd hoor. Ja, ik heb... Hey Gletscher, niet filmen, kut. Rot op. Zie maar Theo, doe alles. En... Ja, hey. Doe maar alles daarnaast. Dan moet ik de deel met de grond. Juist. Geef een like. Jij bent een tyfus anker. Dus vond deze video leuk, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer je de volgende keer en dan volgende keer meer. En ik zeg ciao.